Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En als je denkt, heb je wel wat aan? Ik heb mijn bikini aan. Deze is van Naked, maar echt al van 3 jaar geleden volgens mij. Of 2 jaar geleden of zo. Maar het is vandaag echt best wel lekker weer, dus ik ga lekker in de tuin liggen. Ik heb vanmorgen al een workoutje gedaan. Dat heb je misschien wel kunnen zien in Insecure 4, want volgens mij heb ik het gefilmd. Ja, volgens mij wel. Ik heb eventjes lekker water met citroensap gemaakt. Dat zit hierin. En Milan is heel eventjes naar zijn huis, want die moest daar wat ophalen en die moet daarna leren. Maar vanavond gaan we lekker bij Loetje eten. Nu en ik waren afgelopen vrijdag 4 jaar samen en ik wilde eigenlijk toen bij Loetje eten. Alleen het was toen nog dicht en sinds vandaag is het dus weer open. Dus heb ik toen gelijk gereserveerd, dus we gaan daar vanavond lekker eten. En morgen ga ik ook bij Loetje eten, maar dan met Stacy en Lindsay. Dus dat is heel erg lekker en heel erg leuk. Ik heb mijn make-up nog niet gedaan, ik heb wel gedoucht. Maar ik dacht, ik ga eerst gewoon lekker heel dag in de tuin liggen. En dan ga ik daarna wel mijn gezicht weer schoonmaken en make-up doen voor vanavond. Maar nu ga ik heel dag lekker pakken in de tuin. Het is 4 uur. Ik ga even lekker mijn make-up doen, want de zon is toch een beetje weg in de tuin en zo. En ondertussen de vlog van Rosa kijken. Ga ik even mijn make-up doen, een beetje mijn haar doen. En even kijken wat ik aan ga trekken. Want we hebben dus om 6 uur gereserveerd bij Loetje. En je hebt het dan van 6 tot 7:30. Ze doen het zeg maar in tijdsvakken. Dus ik wil er wel gewoon echt om 6 uur zijn. En we moeten nog eventjes wat brengen bij een afleverpunt van Posten. Nee, van DHL. Dus ja, we gaan hier rond 5:50 weg of zo. Ik heb me aangekleed, mijn haar gedaan, een beetje make-up gedaan. De camera is aan het knipperen zie ik, dus die moet ik even opladen. Maar dit is wat ik aan heb getrokken. Ik wilde eigenlijk eerst een leuk jurkje aantrekken, maar ja, er zijn best wel veel wolken. En we moeten natuurlijk ook nog vanavond terug op de scooter. Dus ik dacht, ik doe maar gewoon een lange broek aan. Dus ik heb deze broek aan van de Monkey, vest van ASOS en de body van de Zara. En mijn oorbellen zijn van Lovelings. En dit is volgens mij het maatje S, dacht ik. Maar misschien dat ik binnenkort nog eventjes wat grotere maatjes wil bestellen. Ik moet alleen nog eventjes kijken welke schoenen ik hierbij aandoen. Maar dat zie ik straks wel, want het gaat pas over een uur weg. Ik ga beneden Rosa even verder kijken. Dag shot. En wachten totdat we weggaan. We zijn terug van Loetje. Het was echt heel lekker. We zitten wel echt mega vol. Het was wel minder druk dan we hadden verwacht. Maar het terras buiten was ook open. Dus mensen konden ook gewoon lekker daar zitten en zo. En morgen ga ik dus weer. Maar ik ga morgen, voordat we naar Loetje gaan, ook nog eventjes met sowieso met Stacy. Ik weet nog niet of Lindsay ook kan. Even naar de stad, want ik wil dus een 4e graadje eindelijk gaan schieten. Want ik wilde dat toen al. Maar toen kwam natuurlijk dat alles dicht ging. Dus ik wil aan de ene kant een 4e graadje laten schieten. Zodat ik eindelijk dit oorbelletje van Anna Nina erin kan doen. Maar even kijken of dat al kan. Ik ging op de Lucardi site kijken, maar daar stond dat het wel al kan. Dus we gaan eventjes naar de stad en nog eventjes misschien naar de Zara of iets. Ja. Mijn camera is leeg, dus die ga ik in de oplader doen, want dat had ik nog niet gedaan. En dan gaan we denk ik lekker een filmpje kijken of zo, of een serie of iets. Het is vandaag dinsdag en het is nu 10:30. Om 11 uur heb ik online les. Dus ik dacht, ik ga nu eventjes gelijk dat workoutje doen van Chloe Ting, want die van vandaag duurt dus maar 10 minuten. Dus ik heb mijn matje klaargelegd en ik ga sporten. Ik heb trouwens echt een hele mooie outfit aan, maar mijn sportkleren zitten dus in de was. Want ik heb maar 1 sport-BH en maar 1 goede sportbroek. Zelfs een beetje kut. Dus ik heb nu maar gewoon deze oude sportlegging aangedaan. En het shirt ziet er niet uit, maar goed, ze moeten wat, hè? Tuin gezeten en ik heb het nu klaargemaakt. Ik heb dit jumpsuitje aan van de Zara, wel van de Zara vorig jaar, dus die hebben ze helaas niet meer. Maar ik twijfel een beetje over mijn haar of ik het in een staart zou doen of los. Kijk, dit plukje is echt heel irritant.
Maar ik ga dus zo meteen naar mijn stad toe. Met Stacy en Lacey. En dan gaan we eventjes bij Sarah kijken. We gaan ook eventjes een fotootje maken volgens mij. En ik wil dus misschien mijn vierde gaatje laten schieten. Als dat kan en tijd voor is en zo. Ik weet alleen nog niet welke schoenen ik hierbij aan doe en welk tasje ik meeneem. Ik denk een Nuno bag. Niet die blauwe, anders wordt wel heel veel blauw. Ik denk dat ik die panter erbij ga doen. Wil ik alleen even kijken welke schoenen ik erbij aan ga trekken. Want ik heb echt geen idee. Niet te bloot. Nee toch? Want we gaan daarna natuurlijk ook uit eten bij Loetje. Ja, ik denk dat ik mijn haar zo wel leuk vind. Of toch los. Ik weet niet, maar goed. Kijk, ik denk dat ik die Nuno bag erbij omdoe. Die panter erbij omdoe, dat het leukst is. Die vind ik ook wel leuk. Nou, ik doe deze wel. Want hier heb ik nog geen foto mee ook. Dan kan ik die gelijk ook omdoen voor de foto. Maar dan moet ik nog even kijken welke schoen ik erbij aan doe. Misschien mijn Isabel Marantz, gewoon die zwarte. Maar ik vind het eigenlijk wel stoer ook om er een paar sneakertjes onder te doen. Ik kan op zich wel mijn witte eronder aan doen. Of is dat dan weer heel gek? Ik twijfel echt nog een beetje over de schoenen, maar ik moet wel zo weg eigenlijk. Hoe laat is het nu? Ik moet over 10 minuutjes weg. Oké, ik ga even kijken welke schoenen ik aantrek. Oké, ik heb uiteindelijk mijn zwarte Isabel Marantz eronder gedaan. En dan dit tasje van Maasje eronder. Ik ben weer terug van de stad. Het was echt super gezellig. Ik kan mijn camera alleen niet mee. Maar ik zal even een plaatje in beeld zetten van hoe het biefstukje er lekker uitzag. Oeh, helemaal buiten adem. Ik heb ook twee dingetjes gekocht bij de Zara. Alleen, ik twijfel een beetje om dat te laten zien. Aangezien er binnenkort een Zara H&M shoplog online komt. Maar ik kan het op zich wel laten zien. Zal ik het laten zien? Ja, ik ga het laten zien. Bij Zara heb ik twee dingetjes gekocht. Als eerste een broekrokje. Die had ik op de site gezien. En ik hoop dat die past, want er was alleen nog maar een L of een XS. Ik denk dat ik eigenlijk een S nodig heb. Maar goed, dat is dit rokje, En er zit hier een flapje. En het is een beetje van dat satijnen spul. En er zit ook nog zo'n band. En aan de zijkant heeft hij een ritje. Die was 30 euro. Als ik hem niet pas, maar ik vind hem wel leuk, dan kan ik hem altijd nog op de site nabestellen in een S'je. En dan heb ik echt de mooiste jurk ooit gekocht. Ik twijfel heel erg, want hij was 60 euro. Vond ik wel een beetje duur. Maar ik vond hem zo mooi. En hij was eindelijk niet te lang. Dit is ook weer de code. En deze heb ik dus in een XS. Ik heb het niet gepast, want er stond echt best wel een lange rij bij de Zara. Dus daar hadden we geen zin in. Maar oh my god. Deze jurk is toch echt goud waard. Oké, ik ga dit eventjes passen. Want ik heb het dus nog niet gepast, zoals ik al zei. Broekrokje. Alleen hij gaat niet helemaal dicht. En hij zit ook een beetje strak. Maar misschien omdat ik gewoon echt heel veel gegeten heb. Dus ik ga morgen nog eventjes een keertje passen. Maar ik weet ook niet of ik hem... Want ik vind hem op zich wel schattig. Maar vind ik hem 30 euro waard? Ik denk het wel. Maar ik denk wel echt dat ik voor een maatje groter ga. Ja, ik ga eventjes een maatje groter nabestellen. In de winkel hadden ze hem dus niet meer. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik sta hier ook lekker in bij. Maar ja, ik vind hem dus wel echt heel erg leuk. En ik heb een rode onderbroek aan. En het schijnt een heel klein beetje door, zoals je kunt zien. Maar het valt op zich nog wel mee. Oké, dit is die jurk. Maar ik dacht echt dat hij leuker zou zijn. Ik weet niet, ik voel me er echt een beetje een boerin in. En hij laat me ook best wel dik lijken of zo, vind ik. Want hij accentueert dit, maar mijn slankste punt zit zeg maar hier. Snap je wat ik bedoel? Ik weet het niet of ik dit heel leuk vind, ja of nee. En voor 60 euro. Ik weet het niet. Ik ga het eventjes aan Miel vragen beneden. Zo jammer. Ik had echt gewild dat deze leuk zou zijn. Het is vandaag woensdag en ik ben al eventjes naar de stad geweest met Miel samen. Want we moesten een printer kopen en ik ging die dingetjes van de Zara gelijk eventjes terugbrengen. Ik heb wel een ander dingetje ervoor in de plaats gekocht. Maar dat komt volgende week in die shoplog. Zara H&M shoplog. Het is nu 1 uur. En zometeen komen Zoe, Dagmar, Keer en Romy eventjes gezellig. Of nou eventjes. Dagmar die komt heel eventjes, want die moet nog veel aan school doen. Maar Zoe, Keer en Romy die blijven als het goed is ook eten. Dus ik heb net eventjes boodschappen gedaan. Dit is wat ik aan heb. Dit shirtje is van Lovies en deze broek is van de Monkey. En dan doe ik mijn gele jeans erbij aan, want die passen bij dit shirt. Dus dat. Er is nog eventjes snel een pakketje bezorgd van de Bershka. Dus die ga ik eventjes openmaken en aan jullie laten zien. Want hier zitten ook wat topjes in. Dus misschien dat ik er eentje van die aan doe. In plaats van dit shirt. Even kijken. Dat is
allereerst heb ik zo'n haarbandje gekocht voor in je haar. Ik vond deze wel heel schattig met al die kleurtjes. Nou, er zit een vlek op. Wat irritant. Best een grote vlek ook. Nou, misschien dat ik hem gewoon hou. Maar deze dus. En deze is volgens mij 6 euro. En dan heb ik nog een topje gekocht. Want ik was toen laat in de stad. En toen had ik deze gepast. Of nou, ik had die groene al besteld. Toen dacht ik, ik weet niet of ik die groene kleur erg leuk vind. Toen heb ik hem teruggebracht. Want hij was trouwens ook te groot. Op die XS, op die witte zit penstreep. Jezus. Kan het even normaal gaan? Maar toen twijfelde ik toch weer heel erg. Dus ik heb ze nu allebei weer besteld. In een XS. Om te kijken welke van de twee ik ga houden. Maar ja, op die witte zit een penstreep. Dus ik denk dat ik gewoon dan misschien wel die groene hou. Of staat dit niet leuk bij mij, die kleur? Ik weet het niet. Ik ga het even aanpassen. Er zit op 2 van de 3 dingen zit gewoon een vlek. Ik vind dat echt niet oké. Maar goed. Ik weet niet of je het op de camera ziet, maar er zit hier een penstreep. En dan kan je denken, wat stel je aan? Maar op zo'n wit blouseje valt dat best wel op. Ik vind wit denk ik wel leuker. Nou, ik ga ze eventjes passen. Vandaag donderdag en volgens mij heb ik gisteren niet heel erg veel meer gefilmd. Maar gisteren waren natuurlijk, jezus, een beetje overbelicht. Gisteren waren Dagmar, Romy, Keer en Zoe hier en hebben we lekker met z'n 5 gewoon een beetje in de tuin gezeten. Lekker gegeten, ze bleef hier eten. We hadden patatjes en dingetjes voor in de frituurpan en zo van die kleine hapjes. En we zijn nog eventjes gaan just dansen. En toen daarna ben ik met Miu naar mijn moeder gegaan. Want mijn broertje was daar, want die heeft te horen gekregen dat hij is geslaagd voor zijn MAVO-diploma. Dus daar gingen we eventjes heen, want mijn opa en oma kwamen ook om hem te feliciteren en zo. En zaterdag komt Sam weer hier naartoe, zeg maar, naar mijn vader. Dus volgens mij gaan we dan ook nog wel, ja, niet echt vieren, maar komen mijn opa en oma gewoon. En mijn vader heeft slingers gehad en zo om op te hangen, dus dat is heel erg leuk. Ik heb vandaag mijn laatste deel van mijn ondernemingsplan. Ik moest namelijk voor ondernemen moest ik een heel erg helemaal een, ja, een plan uitschrijven. Daar zijn we ongeveer een half jaar mee bezig geweest. En die is in één keer gelukkig goedgekeurd. Je kan het een beetje vergelijken met een soort scriptie. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee dat ik die, ja, eigenlijk in één keer heb gehaald. Toen het tweede deel was dat je een filmpje moest maken over je onderneming. Moest je iemand gewoon ervan overtuigen waarom iemand naar jouw salon moest komen. Wat jouw salon nou anders had dan andere salons en dat soort dingen. En dat heb ik ook gehaald. Daar heb ik gisteren een bericht van gekregen dat mijn filmpje was goedgekeurd. Dus ik had vandaag gelijk mijn gesprek. En dat is dus dat ik via Zoom meeting, ja, heb ik met die man een gesprek. En gaat hij 10 vragen aan mij stellen. We hebben een mailtje gekregen met al die vragen die hij kan gaan stellen. Dus ik ben die nu op de laptop aan het uitschrijven. Zodat ik al een beetje een antwoord heb, zeg maar, op wat ik kan geven. Maar je mag dus geen speakbriefje, je mag geen klapblaadje, je mag helemaal niks erbij houden. Je moet ook om de vraag, zeg maar, de omgeving laten zien waar je bent. Dat er niemand om je heen zit om je te helpen. Dus ik ben dat nu gewoon een beetje aan het uitschrijven. En ga dat eventjes doorlezen. Zodat ik een beetje globaal de antwoorden in mijn hoofd heb. Maar ik kan ook best wel goed op het moment zelf gewoon nog verhaaltjes bedenken. Dus ja, maar het moet natuurlijk wel overeenkomen met je plan. Dus dat ben ik nu aan het doen. Die heb ik om 14:45. En het is nu 11:45. Dus nog 2 uurtjes. En ik ben ook heel de tijd met Kim aan het appen. Want Kim en ik waren eigenlijk een van de weinigen die hem de eerste keer hadden gehaald. Dus wij zijn ook samen, zeg maar, zo vroeg al ingedeeld. Want de rest heeft hem pas volgende week of over 2 weken. Of die heeft deel 1 nog niet gehaald, zeg maar. En Kim en ik, we hadden het eigenlijk met z'n tweeën wel. Dus wij zitten elkaar heel de tijd te appen. Want zij heeft hem dus om 1 uur. En ik om 14:45. Dus zij heeft hem ietsjes eerder dan mij. En ik ben er gewoon zo zenuwachtig. Ik ben gewoon zo bang. Ik vind die man ook heel awkward. Dus ik ben zo bang dat het echt zo'n awkward gesprek wordt. Maar ja, het zal wel moeten. Mijn kettingje is trouwens kapot. Of nou ja, kapot. Ik heb dus dit kettingje van Lot. Ik ga even kijken of ik het goed kan laten zien. Ja, je ziet dit zo een beetje. Maar ik ben wel echt best wel overbelicht. Maar kijk, dat kettingje. Dit kettingje. Wordt ook nog door dat gaatje in. Maar dat gaatje is dus, je kan het echt niet zien. Maar dat is dus soort van gebroken. Dus er zit nu nog maar een één dingetje vast.
Echt zo zonde. Ik heb hem pas sinds kerst. Maar ik denk dat ik hem wel opnieuw ga kopen. Want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Maar die is dus van Lot. Daar krijg ik best wel vaak vragen over. Maar van het merkje Lot. Dat is gewoon te koop bij de Bijenkorf. Er zit eventjes lekker een stokbroodje in de oven. Dan kan ik eventjes lekker goed eten. En ik ben bijna klaar met die vraag uit te schrijven. En dan ga ik eventjes douchen. Nou, ik ga niet douchen. Ik ga alleen eventjes mijn make-up doen. En eventjes een blouseje aantrekken. Om gewoon een beetje netjes erbij te zitten. Zo meteen voor dat gesprek. En dan daarna ga ik een Chloe Ting workout doen. En dan ga ik daarna douchen. Want ja, dat is een beetje zonde. Anders ga ik eerst douchen. Dan sporten en dan weer douchen. Dus ja. Oh, ik ben best wel bruin geworden volgens mij. Door afgelopen dagen in de tuin te liggen. Dus daar ben ik echt blij mee. Want ik was best wel een beetje een spookje aan het worden. Het liefst wil ik ook van de week eventjes naar de zonnebank. Want de komende week wordt het echt heel ruk weer. Maar goed. Ik heb eventjes een klein beetje make-up op mijn gezicht gesmeerd. En ik ga nu naar mijn kamer. Het is nu 1 uur. En ik heb dat ondernemergesprek om 13:45 dus. Maar ik ga in mijn kamer zitten omdat... Jezus, waarom ben ik altijd zo buiten adem van zo'n kleine trap? Ik zal even mijn laptop neerzetten. Maar ik ga dus in mijn kamer zitten omdat er wordt dus een pakketje van de Zara bezorgd. En Milan die is nu lunchen met zijn zus. Mijn hartje zou het mis moeten voelen, Jezus. Maar ja, er wordt dus een pakketje van de Zara bezorgd. En Milan is uit eten met zijn zus. Of uit eten, lunchen met zijn zus. Dus die kan ook dan opeens thuis komen. En ja, als de postbode aanbelt, mag ik dus niet open doen. Want ik moet echt voor de camera blijven zitten. Dus ik dacht, als ik dan in mijn kamer ga zitten, dan kan de postbode ook niet zien dat ik wel thuis ben. Dus dan geeft hij het gewoon bij de buren af. Maar ik hoop gewoon dat de postbode nu komt of na dat gesprek. Want even kijken. Jezus, zit vast in mijn trui. Even kijken hoe laat hij zou komen. 12:50 en 12:50. Dus of hij moet nu nog binnen 3 kwartier komen. Of anders moet hij het bij de buren afgeven. En dan mag ik niet open doen als er wordt aangebeld. Omdat, ja, je mag dus niet weg voor de camera. Dus ik dacht, ja, als ik dan gewoon boven zit. Dan kan de postbezorger ook niet zien dat ik thuis ben. Want anders moet ik een soort van gaan gebarentalen van ik mag niet weg achter mijn laptop, zeg maar. Dus ja, vandaar dat ik in mijn kamer ga zitten. Ik heb nu nog 3 kwartier. Dus ik ga nog eventjes gewoon goed die vragen doorlezen en voorbereiden. En dan... wil ik zo meteen mijn laatste onderdeel van ondernemen. Ik ben zo blij. Want dat ik ondernemen dan gewoon goed heb afgesloten. Want ik was zo zenuwachtig voor ondernemen. Omdat ik alleen maar horrorverhalen erover hoorde. Maar ja, ik ben gewoon blij dat ik hem bijna goed heb afgesloten. Ik ga vanavond of morgen. Nou, ik denk morgen, want ik wil mijn haar nog niet wassen. Even Olaplex in mijn haar doen. Want kijk, mijn haar dat is best wel voor mijn doen aan het groeien. Nou, een beetje. Ik merk een beetje verschil, zeg maar. Maar het is wel dood en droog aan de onderkant. Dus ja, eigenlijk moet ik het wel echt knippen. Maar dat wil ik dus niet. Dus ik ga even Olaplex erin doen. En even olietjes en zo. Maar ik zit nu echt alleen maar onzin te lullen. Omdat ik dus zo zenuwachtig ben. Maar goed, ik heb nog 40 minuten. Kim is nu aan de beurt. Oh my god, ik hoop zo dat zij het ook haalt. En ik hoop dat ze ook ietsjes eerder klaar is. Zodat ze mij gewoon eventjes kan appen met hoe het ging. Nou, ik ga nu voorbereiden. En dan zien jullie mij als ik het examen heb gehad. Oké, jongens. Oh my god, ik ben klaar. Ik zweet zo erg. Maar het is nu pas 14:50. En het zou eigenlijk tot 14:30 duren. Of 14:50. Het zou eigenlijk tot 14:30 duren. Maar ik ben dus gelukkig ook klaar. Kim die was dus voor mij. Maar ze was dus ook ietsjes eerder klaar. Dus zij ging mij appen van ja, de wifi deed echt heel erg kut bij die man. Dus toen... zag ze hem zeg maar niet. Maar bij mij deed hij het op zich wel. Alleen hij bleef hangen. Zeg maar zijn beeld bewoog niet. Dus ik hoorde alleen zijn stem. Maar hij zag mij verder wel. En het was op zich wel te doen gewoon. Hij zegt, zeg maar als ik iets niet wist. Ging hij er heel erg op in. En ging hij net zo lang door. Totdat ik zelf wel op het antwoord kwam. Dus dat was echt heel erg fijn. En ik ben nu klaar. En ik had dus een pakketje bij de Zara besteld. En ik was zo bang dat hij tijdens mijn ondernemingsding zou aanbellen zeg maar. Maar mijn ondernemingsgesprek begon om 15:45. En om 15:50 belde die man aan. Dus was echt precies op tijd. Wel had ik nog wat andere dingetjes gekregen die ik wel eventjes aan jullie kan laten zien. Ik had namelijk van Ted Swimwear. Heb ik een badpak mogen ontvangen. Ik was toen eigenlijk uitgenodigd voor hun event. Dat was toen 30 maart zou dat plaatsvinden. Maar ja, dat was toen natuurlijk net toen je te horen kreeg dat alle events boven de 100 mensen en zo niet door mochten gaan. Of toen was er trouwens al een soort van lockdown volgens mij. Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, het ging niet door. En ik kreeg dus een berichtje of ik een... of als ik een badpak wilde uitzoeken. Dus ik heb nu deze. Zwart met streepjes. En dan in je middel heeft hij zo'n band zitten. Ik heb hem net gepast. En I freaking love it.
Hij is echt heel erg leuk. En de bovenkant is heel erg mooi recht zo. Dat vind ik ook weer heel erg leuk. Dus die. En zoals jullie misschien wel weten, heb ik altijd mijn haar toen laten doen. Of nou altijd. Heb ik mijn haar toen één keertje laten verven. En één keer een keratinebehandeling laten doen bij Julia. Maar Julia is daarmee gestopt en heeft haar eigen kleding webshopje gestart. En daar mocht ik wat dingetjes uitzoeken. En ik heb ook een kortingscode voor jullie voor 10% korting. Die kortingscode zal in de beschrijving zitten aan. Maar ik heb dus twee dingetjes mogen ontvangen. Als allereerst een rokje. Deze. Oh, er zit een glittertje in. Dat had ik niet gezien. Maar wel schattig. Dat is dit roezel rokje. Echt heel erg leuk. Ik hou de laatste tijd echt heel erg van rokjes en dingetjes. Dus ik dacht, ik kies deze uit. Heel erg leuk met een trui of zo eroverheen. Die heb ik in een maatje S. En dan heb ik ook nog een topje gekregen. In een mooie gele kleur. Ik dacht, dat is wel mooi voor als ik nu weer wat bruiner ben en zo. Dat is een heel erg leuk topje. Deze heb ik in een SM. Dit hele schattige topje. Het is dus... Ja, je kan het niet zo heel goed zien. Maar hij heeft dus ook bandjes aan de bovenkant. Zodat je hem kan strikken hier zo. Echt heel erg leuk. Het is een beetje een crop topje. En ik vind het echt een hele mooie kleur voor op een spijkerbroek of zo. Of op zo'n leuk spijkershortje. En er zit nog een lief kaartje bij. En ik heb dan natuurlijk voor jullie een kortingscode. Dus die zal ik in de beschrijving zetten voor 10% korting. Ik ga denk ik eventjes naar Zoe toe. Want die heeft van wat ben je aan het doen. Dus ik ga nu eventjes reageren dat ik niks aan het doen ben. Ze heeft zin om heel veel te eten. Ik heb nu eventjes geantwoord dat ik het een heel goed plan vind om lekker veel te eten. Dus ik ga denk ik eventjes naar Zoe toe. Of Zoe komt hierheen, dat weet ik niet. Want Miel heeft mijn scooter. Maar anders kan ik daar ook wel naartoe lopen. Ik heb alleen geen zin om een andere outfit aan te doen. Ja, dit ziet er wel echt een beetje als een slons uit. Maar dit t-shirt is zo lekker. Het is van Collusion. En zo lijkt hij heel simpel. Maar de achterkant vind ik heel leuk. Die heb ik dus bij ASOS besteld. En dit is een joggingsbroek van de Stradivarius. Die vind ik ook echt heel erg lekker zitten. Als ik naar Zoe ga, dat ik hem gewoon zo in mijn broek doe. En dan lijkt het... Ja, dit kan ook wel. Dat doe ik wel gewoon zo, denk ik, of zo. Ik weet niet. Ik vind dat die mouw zo lang zijn, vind ik ook echt heerlijk. Ik ga even wachten tot Zoe reageert. En dan even kijken wat we... Ik dacht dat ik hem op mijn bed gooide. Dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Ik lig in bed en Zoe die was vanmiddag even langs geweest. En toen hadden we dus McDonald's besteld en hebben we dat opgegeten. Maar ik heb het niet gefilmd. Want we zaten gewoon even chill op de bank. Gewoon een beetje te kletsen en zo. En we hebben Mama Mia de film gekeken. Toen ging ze weer weg. En toen kreeg ik een mailtje van Pretty Little Thing. Of ik wat dingetjes wilde uitzoeken voor een samenwerking. Dus ik mocht 10 dingen uitzoeken. En er komt dus binnenkort een aparte shoplog van. Ik heb echt... Hele leuke dingen uitgekozen. Wat meer apartere dingen. Omdat ik vind dat ze dat op Pretty Little Thing altijd hebben. En vind ik het gewoon leuk om dat uit te zoeken. In plaats van een basic wit shirtje. Want dat kan je ook bij de H&M halen, zeg maar. Ik ben heel erg blij met de dingetjes die ik heb mogen uitzoeken. En nu ga ik de video bewerken. Die morgen online moet komen. Want dat was ik een beetje soort van vergeten. Omdat ik zo druk was met het ondernemingsplan. Maar morgen... Begin natuurlijk weer de weekendvlog. Alleen deze weekend. Dit weekend en aankomende week wordt best wel intik van school. Want maandag heb ik een theorie- en praktijkexamen. Dinsdag moet ik heel de dag stage lopen in de spa. Woensdag heb ik een praktijkexamen. En donderdag moet ik heel de dag stage lopen in de spa. Dus ja, ik hoop dat ik die weekvlog alsnog een beetje leuk kan maken. Maar ik denk het wel. En ik ga ook mijn nagels doen. Misschien dat ik bij Shen wat mag filmen. Zou wel heel erg leuk zijn. Mijn nagels zijn echt ziek erg uitgegroeid trouwens. Ja, je ziet het niet hoor. Die lichte kleur. Dat is wel echt heel erg chill. Maar ja, ik ga nu eventjes die video bewerken. En zo meteen iets kijken. Ik weet het alleen nog niet. Ik kwam erachter dat ik helemaal vergeten ben de weekvlog af te sluiten. En dat ik de uitslag van Julia nog niet had laten zien. Dus dat ga ik eventjes doen. Je moet het natuurlijk niet op elkaar zien. En deze hoor je ook nog zo vast te maken. Maar dit is het topje. Die vind ik echt... Heel erg schattig. Ik heb nu niet de goede BH eronder aan. Dus vandaar dat het een beetje gek zit. Maar als je deze bandjes zo knoopt. Dan op een leuk shortje vind ik deze echt heel erg leuk. Alleen, ja, ik denk dat ik hem zonder BH eronder zou dragen. Want anders wordt het wel heel groot of zo hier. En dit is het rokje. Daar ben ik echt verliefd op. Ik hou echt van dit soort rokjes de laatste tijd. Ik vind het echt heel erg leuk. Met een
trui erin of zo. Of een groot oversized shirt. Vind ik dit echt heel erg leuk. Dus dit waren dan de eisen van Julia. Vergeet ook zeker niet de kortingscode te gebruiken. Die zal in de beschrijving staan. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Afgelopen weekvlog, komende weekendvlog en die weekvlog en zo daarna. Het zal misschien ietsjes minder boeiend worden omdat ik eventjes de laatste ding voor school moet doen. Namelijk stage en toetsen en zo. Dus dan weten jullie dat. Maar ik hoop dat jullie de video's alsnog leuk vinden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!